Op 15 maart zijn er weer waterschapsverkiezingen. Bij het Hoogheemraadschap van Rijnland doen er 13 partijen mee. Er valt dus wat te kiezen. In deze video gaan er 3 van hen met elkaar in debat en ik ontmoet ze in het centrum van Leiden. Dit zijn Bernard Revet van Goud Nederland, Bruno van Duné van de Partij van de Arbeid en René Roorda van de ChristenUnie SGP. We praten over een dilemma wat speelt hier in Rijnland. Maar ja, welk dilemma dat is, dat bepaalt het rad. Zijn jullie er klaar voor? Ja, jazeker. Vooraf investeren of achteraf repareren. Laten we even kijken wat dit dilemma precies inhoudt. Ze komen steeds vaker voor. Hoosbuien en wateroverlast of juist extreme droogte en watertekort. En de gevolgen kennen we allemaal. Natte voeten of een sproeiverbod. Het waterschap heeft er zijn handen vol aan, want zij moeten het waterpeil op orde houden en zorgen dat er voldoende zoet water in het gebied is. Hoe lossen we dat op? Vooraf investeren om te zorgen dat we schade door wateroverlast of juist extreme droogte voorkomen? Of achteraf repareren als de schade zover is? Bernard van Goud, hoe kijk jij naar dit dilemma? Een van de belangrijkste taken van het waterschap is dat wij droge voeten houden. Voor Goud betekent dat vooraf investeren en niet achteraf repareren. We zien bijvoorbeeld in Groningen en Limburg dat het tot stress leidt. Het spreekwoord leidt niet voor niks. Voorkomen is beter dan genezen. Dankjewel Bernard. Bruno van de Partij van de Arbeid, hoe kijk jij daarnaar? De Partij van de Arbeid is voor investeren vooraf daar waar het de veiligheid van onze inwoners betreft. Dus dijken en keringen die moeten goed zijn. Geen compromissen. Daar waar het overlast is, grote overlast, zijn we ook voor investeren. Dat wil je burgers en bedrijven en boeren niet aandoen. Daar waar het kleiner wordt, daar kan je de compromissen gaan zoeken. 100% is nooit haalbaar. Dankjewel. René, namens ChristenUnie SGP. Rijnland kent een lange historie van preventief problemen aanpakken. Daar sluiten we als ChristenUnie SGP graag bij aan. De klimaatproblematiek stelt ons wel voor nieuwe uitdagingen. En dat betekent dus dat we ook in de nieuwe situatie moeten kijken van wat we preventief kunnen oplossen en wat we correctief moeten aanpakken. Laten we even kijken wat dit dilemma betekent voor een bewoner uit de omgeving. We zijn hier in de Looispoort, het poort waar ik woon. En dat is ook tevens het laagste punt van Gouda, midden in de binnenstad. Waar wateroverlast een grote rol speelt bij ons. En bij grote buien loopt hier de poort helemaal onder. Soms tot 17 tot 20 centimeter diep. En dan noemen we het ook wel eens de Looisgracht. Nou, eigenlijk lopen de huizen dus onder. We hebben gelukkig een opstand randje waardoor het wc-papier niet helemaal de woonkamer instroomt. Maar in het halletje een beetje blijft drijven. Mijn vraag voor de kandidaten is, moet het waterschap vooraf investeren of achteraf repareren? Vooraf investeren of achteraf repareren? René, je kiest ervoor om te zeggen ja, soms is het ook gewoon achteraf repareren. Waarom? Omdat niet elke situatie voorspelbaar is. Hè? Dus we ontkomen er niet aan dat er dingen gebeuren die we pas weten op het moment dat ze gebeuren. En we moeten ook kijken van wat is de omvang dan van die schade en leent zich daarvoor een preventieve oplossing. Ja. Eens. Maar wat ik ook zie is dat een waterschap vaak wat slecht samenwerkt met een gemeente en vice versa. Dus daar valt ook nog een hoop te winnen. Ja, ik zou willen dat het waterschap dan wat proactiever optreedt in plaats van elkaar aan te brengen. Het waterschap mag wel wat meer regie nemen? Ja, zeker. Ja. Om vooraf te investeren? Ook om vooraf te investeren, maar ook bij het ontstaan van problemen. Dat we niet gaan afwachten, maar dat we gewoon actief worden. Maar Goud zegt ook, preventie is hoog in het vaandel. Wel tegen aanvaardbare kosten en tegen de afweging die we gemaakt hebben. Zoals in Groningen en in Limburg hebben gezegd, voorkom de stress bij het nader repareren. En dat betekent dat je stevig moet investeren en dat je dat soort wateroverlast niet mag accepteren? Het wateroverlast mag je in principe accepteren tot een zekere hoogte met aanvaardbare risico's. Nou ja, het klimaat verandert. Dus we zijn nu nog bezig met het klimaat van gisteren. En het klimaat van morgen is anders dan dat van gisteren. Dus we zijn ook onszelf aan het aanpassen. En dat betekent meer investeren? En dat betekent meer investeren, maar tot die tijd gaat het ook nog wel eens een klein beetje mis, helaas. Het zou best kunnen zijn dat meer investeren nu betekent dat je op termijn goedkoper uit bent. Ja. Dankjewel. Ja, denk je nou hetzelfde? Of wellicht heel anders over? Ga dan stemmen op 15 maart. Er valt dus wel degelijk wat te kiezen. Doei!